Goedendag, dit is Joep Leersen van het Sociaal Historisch Centrum Limburg. In deze korte clip leg ik u uit hoe u uw verenigingsvaandel kunt uploaden naar de galerij van de Drapo-website limburgsevaandels.nl. Daarvoor gaat u naar het formulier, dat kunt u hier of hier doen. U krijgt dan al enkele instructies en u kunt met de rode knop inloggen. Als u daarop klikt, krijgt u een inlogscherm. En daarop voert u het username en het password in dat u per mail hebt gekregen. Als u bent ingelogd, ziet u dit scherm. U ziet al een lijst van enkele verenigingen die u zijn voorgegaan met het uploaden van hun formulier. En ook u voegt uw vlag of vaandel toe met het invoerformulier. U klikt op de zwarte knop Add invoerformulier en dan ziet u het formulier voor u. Er staan op het formulier kleine bolletjes met instructies. Als u nog vragen hebt of zaken waarvan u denkt hoe zit dit, kunt u altijd eventjes aanklikken wat er op dat i'tje staat. En dan is er een klein pop-up venstertje dat nadere uitleg geeft. De velden waar een sterretje bij staat zijn verplicht. U moet de naam van uw vereniging invullen. Dat is in mijn geval de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. Dat is een vereniging die hoort bij de blaasmuziek en de standplaats daarvan is Meer. De e-mail van die vereniging vult u hier in. Dat is ook verplicht. Ik vul nu maar eventjes een ander adres in. En u kunt ook een website invullen of een Facebookpagina. U wordt ook gevraagd om de oprichtingsdatum van de vereniging, dat is in dit geval 1821, en om het aantal vlaggen dat de vereniging in bezit heeft, huidige en historische. Dat zijn er in dit geval 3. Dan komt het belangrijkste punt, u gaat een foto van uw vaandel uploaden. Het handigste is om dan hier te klikken in dit hokje File. Als u hier klikt, kunt u een bestand identificeren op uw eigen harde schijf, dat u kunt uploaden, dat is in dit geval deze digitale foto. En de vraag is wanneer dat in gebruik is genomen. Daar vult u een jaartal in. En wanneer het uit gebruik is genomen of door een ander exemplaar is vervangen. Als daar niks te melden valt, dan vult u niks in. Het opschrift vult u in. Als u verdere beschrijvingen wil geven, lier, lauwerkrans en dergelijke, kunt u dat doen. U vult hoogte en breedte in. Als u dat niet weet, laat u het veld gewoon open. Het materiaal is fluweel velour, de hoofdkleur is groen en de techniek is geborduurd. Nogmaals, als de gegevens niet bekend zijn, kunt u deze velden desnoods openlaten. De voornaamste sierkleur hier is goud. U kunt nog wat toelichting geven. De vervaardiging is in dit geval zuster Geertrui uit België. De vorm is een ruit en hij is met een dwarsstang boven aan de vlaggenstok bevestigd. De drapeau wordt in het verenigingslokaal bewaard. Trouwens, deze gegevens, opslag, bewaring en staat van onderhoud, zullen niet op de publieke website komen. Ook uw e-mailadres komt niet op de publieke website. Dat is uitsluitend voor onze administratie. Dus deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Staat van onderhoud is zo goed als nieuw. En hier kunt u nog wat anekdotes invullen. En desnoods wat interne toelichting. Als u niks in te vullen hebt, hoeft dat ook niet. Uiteindelijk klikt u op Save. Dat is heel belangrijk. U moet het bewaren. En nu ziet u dat de drapeau is opgeslagen met foto en al. Dat is alles. Succes met het invullen en bij voorbaat hartelijk dank.